durft die smurf bij nou bij de steelklungel? Ook die daar ziet er rijp uit, smurfin. Smurf lekker. Daar komt iemand aan. Smurf je weg. Kijk. Kijk, het is oh god, het is een mens. Laten we hier weg smurfen. Oh, Brilly, hij is geloof ik gewond. We halen grote smurf. Hij weet wat we moeten doen. Wat? Zie ik ze vliegen? Een kleine blauw. Nee, dit is zeker de honger. Johan, ik rammel. 2 uur geleden hebben we gegeten, Pierenwiet. Nou, 2 uur is erg lang, hoor, als je zo'n honger hebt. Hou op met klagen. Daar is een herberg. Nee, maar het is waar. Hupsietje, vluggen! Zeg eens, waard, komt er nog wat van? Ah, bent u daar, beste man? Ik wil 12 worstjes, wat lamsvlees met bonen, 2 braadkippen met kastanjes en... Helaas, het enige wat ik heb is wat koude soep en wat roggebrood. Hij neemt wel soep, meneer. Oh, dit zal u zeker bevallen. Oh. Nee, bevalt me niet. De bediening bevalt me helemaal niet. Oh, het spijt me, meneer. Maar er is toch wat brood. Brood, brood. Ik heb zo'n honger. Hey, dat was mijn eten. Dief, vreedzak. Geef hier. Ik neem me niet kwalijk. Ik heb er geen dagen gegeten. U hoeft u niet te verontschuldigen, arme man. Dank u, maar ik ben geen arme man. Ik ben Hubert, hertog van Castillac. Maar de hertog van Castillac is 3 jaar geleden op zee verdronken. Nee, niet verdronken. Gevangen in de kerkers van de misdadige Hercules van Barrenboos. Nee, maar u bent de hertog. Maar hoe bent u gekomen? Ik heb de rotswand moeten uithakken. Ik groet u in vrijheid, hertog. We moeten voor u een paard vinden om terug te gaan naar Castillac. Helaas, ik heb geen geld. Maar met mijn ring kan ik... Mijn ring, die moet ik verloren hebben op mijn vlucht. Ik kom wel terug met een paard. Pierenwiet, jij past op de hertog. Daar moet hij zijn, grote smurf. Maar ik smurf niemand, Brilly. Oh, maar er was wel een mens, grote smurf. Echt waar? Nou, ik weet wat ik smurf, want ik heb hem met mijn eigen ogen gesmurfd. En smurfen is... geloven. Hé, hey, heb je ooit... Kijk eens wat hier ligt. Wat een smurfige armband. Dat is geen armband, smurfin. Dat is een ring. Een mensenring. Ik zei toch dat hij hier was. Ik zei het toch. Hertog van Castillac. We moeten die hertog vinden en zijn ring teruggeven. Hij smurfde hierheen, grote smurf. Kijk dwars door die smurf bij je struiken. Ah, Johan, je bent terug. Ik zei juist tegen de hertog. U wilt een kamer? Nee, ik wil de hertog. Pak hem maar. Oh. Mooi zo, hertog. Ga rustig met ons mee. Dat gaat zomaar niet. Wat is? Wie ben jij? Ik heb hem al te pakken, heer. Verrader, die ontrouw zal je berouwen. Breng hem weg. Zo, en nu, kleine man, hou ik me wel bezig met jou. Kleine man? Moet dat soms pijn doen aan mijn oren? Niet je oren. Ah! Houd hem! Oh, zijn er te veel? Oef. Volgens mij ging hij daarheen. Hij moet hier ergens zijn, heer. Laat hem maar. We hebben de hertog. Kom mee. Mag ik even, heer? Ik krijg dorst van al dat vechten. Bah, de put is leeg. Oh, dat is hij niet. Ik ben zo weer uit. Johan! Het spoor houdt hier op, smurfjes. Oh, dan moet de hertog daar binnen zijn. Nou, ik geloof dat we moeten oppassen, omdat andere mensen misschien... Sikje! Help! Dat lijkt Pierenwiet wel. Pierenwiet! Smurfen! Wat jullie hier doen, weet ik niet. Maar ik ben wel blij jullie te zien.
Smurf, onze touwpyramid. We helpen je eruit. Oh, pyramid is te zwaar, grote Smurf. Kan ik misschien een handje helpen, vrienden? Johan! Pyramid, bewaak je zo de hertog? Het spijt me, Johan, maar de hertog is ontvoerd. Ontvoerd? Als de hertog die schurk een verrader noemde, moet hij wel van Castillac zijn. En daar gaan we dus heen. Om de ring weer terug te geven. En bovendien moeten we de hertog redden. En er is niemand die ons tegen zal houden. Oh nee, daar was ik al bang voor. Daar is die, daar is die. Kom vlug, allemaal. Wat een ontvangst. Die goede mensen die herkennen mij onmiddellijk. Niet te geloven hoe populair ik ben, hè? Opzij, de hertog is terug. De hertog? De hertog? Kijk, daar is die. Mijn arm groeten u, heer. Hoera voor de hertog. Lang leven Hubert, hertog van Castillac. Lang leven Hubert, hertog van Castillac. Pyramid, ik dacht dat de hertog ontvoerd was. Dat klopt, ik begrijp het ook niet, maar... Ha, ik hou van een goed feest. Lang leven Hubert. Hertog van Castillac. Daar is de hertog. En daar is degene die volgens de hertog een verrader was. Zeg eens, beste man. Wie is dat heerschap eigenlijk? Dat is luitenant Asselijn. Hij bestuurde het land toen de hertog weg was. Kom, Pyramid, Asselijn en de hertog gaan naar het kasteel. En wij dus ook. Als de hertog die we zagen een bedrieger is, moeten we hem ontmaskeren. Tenzij ze ons eerst ontdekken. Die goede hertog is echt die oude niet meer. 3 jaar in de gevangenis hebben zijn geheugen aangetast. Ik heb hem zien opgroeien als kind, maar ja, hij herkent me amper. Wat zei ik je? Deze hertog is een bedrieger. Ah, fantastisch. Gebraden kip, daar houdt Asselijn van. En waar ik dus ook zo van hou. We moeten nu in de kamer van de hertog zien te komen en dan... Johan, waar is Pyramid? 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 Ah, lekker. Daar hou ik van. Gebraden kip met peren, appels, pruimen en... Wat? Jij? Ah, goede keuken hebt u hier. Wachters! Wachters! Stop! Stop! Houd hem! Laat hem niet ontsnappen! Pyramid, wat heb je nou gedaan? Mijn fout was het niet, Johan, maar van de gebraden kip. Jij daar, stop! Ze zitten vlak achter ons. En voor ons staan ze ook al. Dan maar hierdoor. Mij niet gezien. Bij nader inzien. Mama! Johan! Geen zorgen, ik vang je. Oeh. Auw! Ik vang je. Sorry, Pyramid, ik had mijn handen vol. Johan, ze halen ons in. We bedenken wel iets. Waar zijn ze nu? Geen zorgen, heer. We vinden ze. Dat is ze geraden. Hé, waarom zo'n haast? De hertog is veilig. Niemand kan in die torenkamer. Kom mee. Johan, hoe bewijzen we nou dat hij een bedrieger is als we niet bij hem kunnen komen? Ik weet wat. Help eens even, Pyramid. En waarom? Dat hoor je later. Later? Altijd later. Als het is wat ik denk dat jij denkt, vertel het dan maar niet. Deze katapult werpt ons precies naar de plaats van Ik zei niet vertellen. Johan, Pyramid. Smurfen, dat is net op tijd, zeg. Gooien jullie die hendel los als ik het zeg. Reken maar op ons. Maar pas op, je wacht tot hij het zegt. Blah. Wat voor... Wie ben jij? Oh, maak ik u wakker? Goedenavond, hertog. Of moet ik zeggen, bedrieger. Wat, zei u? Geef hem toch een kans, Johan. Zeg, weet je nog?
Je pikte mijn brood? Natuurlijk weet ik dat nog, Pierewiet, en jij bent Johan. Nee, maar hij is de hertog. Geen zorgen, heer. Wij redden u van de bedrieger Asselijn. Nee, jullie moeten gered worden. Asselijn, grijp die twee schavuiten en gooi ze in de kerker. Maar het speet me toch dat ik u wakker maakte. Blijf staan, je komt er niet uit. Oh, dacht u dat? Jullie komen er niet uit. Die hertog is erger dan een bedrieger. Hij is een schurk. Laat ze niet ontsnappen. Achter ze aan. Daar zijn ze. Oh, ik geloof dat Johans plan niet zo goed smurfde. Dat denk ik ook niet. Misschien kunnen we helpen. Kom mee. Oh, dat loopt dood daar. Geen zorgen, Johan. Er is altijd een geheime deur in die oude kastelen. Eens even kijken. Misschien de muur. Of dat vaandel. Sta daar nou niet zo. Heb je geen plan? Ik zou zweren dat ik ze hoorde. Blijf het kasteel doorzoeken tot je die twee hebt gevonden. Neem de honden als dat nodig is. Ja, ze zijn weg, Johan. Nou, wat zei ik je over een geheime deur? Gek, iemand heeft ons gered, maar wie? Dat was ik. Demetrius, Hubert's alchemist. Kom naar mijn werkplaats en ik vertel je meer. Want die arme hertog heeft jullie hulp nodig. En wij uw hulp. Kom, Pierewiet. En toch heb ik die geheime deur gevonden. De honden zijn die twee indringers op het spoor. Vlug, smurfjes van me. Waar zijn we, grote smurf? Dit lijkt wel een geheime doorgang, smurfin. Oh, het lijkt hier veiliger dan daar ginds. Misschien voor jou, klungel. En zodoende, het was Asselijn die heer Hercules betaalde om de hertog al die jaren gevangen te houden. Dus Asselijn nam de macht over. Maar wat nu de hertog weer terug is? Ja, ik wilde het niet, maar Asselijn dwong mij om de hertog een drankje te geven, waardoor de hertog onder zijn invloed stond. Smurfen! Spierenwiet, grote smurf! Want je smurfklungel! Ik ben een lafaard, Johan. Ik kan de hertog niet helpen. Maar wij wel, Dimitrius. Zeg ons hoe. Johan, daar zijn de smurf. Later, Pierewiet. Later, altijd later. Dan doe ik het zelf wel. Eens kijken. Het bewijs van Asselijns verraad staat geschreven op een perkament in heer Hercules' geldkist. Zo waar ik hier sta, wij brengen het terug, Dimitrius. Maak open, Dimitrius! Het is de wacht. Misschien gaat hij hiermee open. Of met dat boek. Of door die steen. Misschien... Kom nou, Pierewiet. Had ik het niet gedacht. Ga nu vlug en neem deze kaart mee. We zitten achter twee indringers aan. We moeten iedere kamer doorzoeken. Ha, hij heeft de geur weer te pakken. Nou, die geheime doorgang bracht ons ver van het kasteel. Nou, niet ver genoeg voor mij. Ik heb genoeg van Castillac. We gaan naar huis. Nee, Pierewiet. Eerst moeten we naar het kasteel van Hercules voor het bewijs van Asselijns bedrog. Dat vinden we hier op de kaart. Kijk. Eindelijk. Het kasteel van Hercules. Dat werd tijd ook. Waar is Pierewiet, Johan? Hij zegt dat hij een goede manier weet om het kasteel in te komen. Oh, nee. We zullen Hercules zijn oren even strelen, Johan. Luister maar naar de sublieme toon van deze harp. Maar misschien kan het ook anders, Pierewiet. We doen ons voor als kooplui. Onzin, we hebben niks te verkopen. En als die Hercules nou niet van muziek houdt? En kom nooit meer terug. Houdt heer Hercules niet van muziek, minstreel? Ja, daar houdt hij wel van. Maar helaas heb ik één klein vals nootje gezongen. Gelukkig was heer Hercules in een goede stemming vanavond. Anders moet je maar afwachten wat hij met je doet, ja. Zullen we toch maar voor kooplui doorgaan? Hey daar, minstreels, kom maar in. Heer Hercules wil meer muziek. Hey, sla alleen wel de goede toon aan, hè? Hey? Terwijl wij hem bezighouden, moeten jullie proberen het perkament uit zijn geldkist te halen. We smurven ons best, Johan. Welke kant op, grote smurf? Mensen bewaren vaak hun schatten in hun slaapkamer. Daar smurven we het eerst. Wat? Weer minstreels met saaie slaapliedjes? Wat?
Ik wil alleen krijgsliederen. Ik weet er een. Mimi, luister wat ik zing. Misschien hoort hij liever een gedicht, Pierenwiet. Wel voor de donder. Laat hem zingen. Luister goed wat ik nu vertel. Van de oorlogskreet en de tingelingbel. Van wapengeweld en de tingelingbel. En de minstrel zo mooi van dit heldentoernooi. Van ridders die strijden en paarden bereiden. Oh, wat een herrie. Ik ga wat watjes voor mijn oren halen. Kom op. Gasjes, smurfjes van me. Ik geloof dat ik een document binnen zie. Oh, laat eens kijken, Brilly. Oh. Maar nu moeten we de sleutel nog vinden. En de ridder ging terug onder vreselijk gekeur. Dit moet stoppen voor ze ons in de kerken gooien. Want ik was niks gewend in een lekker... Neemt u hem niet kwalijk. Hij is een beetje schor vanavond. Maar met uw permissie zal ik een gedicht voordragen. Wat? Ik ben nog lang niet klaar. Op een zonnige dag aan een verre kust werd ik mij van de zeewind bewust. De zilsmaak beroerde mijn tong. Genoeg! Stilte! Je moet ophouden met zingen, Pierenwiet. Hij niet. Jij. Waarom kom je ertussen? Je kameraad zingt hergoed. Maar het spijt me, heer. Dat is je geraden. Jouw stem verwoordt het wapengekletter, het soeven van pijlen. Het kwaken van kikkers. Kom, volg me. Ik wil je graag belonen. Mooi zo. Het heeft geen zin, Smurfen. De sleutel is niet in deze kamer. Hierheen, minstreelvriend. Een klein beetje goud voor een gouden stem. Johan, de sleutel hebben we niet, maar het document ligt in de geldkist. Eens even kijken. Ik moet bij de kist zien te komen. Wie leerde je zo goed zingen? Niemand. Het is een gave. Nou, ik hoop dat je het nog eens wilt doen. En waarom doe je het niet juist nu, Pierenwiet? Ik merk dat je mooie muziek gaat waarderen, Johan. Helaas, dat zou ik graag willen, maar het is laat. En morgen moet ik naar Castiac reizen. De hertog gaat de macht overdragen. Dan moeten we opschieten, Pierenwiet. Luister wat je moet doen. Je moet zo vlug mogelijk... Als ik terug ben uit Castiac, dan kan je weer je gang gaan. Oh, dank u, heer. Oh, heer, mijn goocheltrucje nog. Hoe dat? Ja, daar hou ik van. Ja, ik kan goed goochelen. Even zien, ik heb iets kleins nodig. Zoals een sleutel. Nou, is dit goed? Prachtig, ja. Kijk nu goed. 1, 2, 3, de sleutel is voor mij. 4, 5, 6, hij is niet meer te zien. Voetie, hij is verdwenen. Fantastisch. Maar, zeg eens, waar is hij nu? Ik zag helemaal niets. Hij is niet verstopt, heer Hercules. Hij is echt verdwenen. Ja, en de spreuk om hem terug te krijgen weet ik niet. Stel je niet aan. Kom hier met die sleutel. Ah, je hebt hem ergens. Geef op. Johan! Ik kom eraan, Pierenwiet. Durf je wel tegen zo'n kleintje, hè? Wachters! Help! Pierenwiet, spelen! Hard! Er was eens een grote baviaan en Hercules, dat was zijn naam. Hij was niet zo mooie, hij zat maar steeds te vlooien. Hij zat er stil voor het raam. Wat een prachtige vecht, het lijkt haar wel echt. Wachters! Belastingontduiking. Onwettige hechtenis. Overeenkomst tussen heer Hercules en luitenant Asselijn. Grote smurf, ik heb het! Tijd voor de verdwijntruc, Hercules. Tegen de tijd dat jij los bent, zijn wij verdwenen. Hij was niet zo rustig als wij, maar nu zit hij er toch rustig. Mooi zo, Pierenwiet, we hebben het document. Ik dacht dat hij nooit zou ophouden. En nu wegwezen. Bind deze lakens aan elkaar. Waarom? Dat hoor je later. Later, altijd later. Hé, wat was dat? Heer Hercules. Zeg het nu, Johan. Gooi die harp maar liever weg, Pierenwiet. Mijn harp? Hé daar, stop! Goed, de harp. Mijn heren en lieve dames, luister goed. Tot mijn leedwezen moet ik u zeggen dat ik vanwege mijn gezondheid afstand doe van mijn hertogdom. En komt in mijn plaats en met mijn zegen mijn trouwe en toegewijde luitenant heer Asselijn. Stop! Heren, Asselijn is een grote verrader. En hier is het bewijs. Welk bewijs?
Die twee schooiers zijn niet alleen dieven, ze zijn ook nog leugenaars. Wat is dat nou, Johan? Johan, hij scheurde het stuk en ik zond mijn ziel uit mijn lijf voor het document. Wat doen we met hem, hertog? U moet ze in de kerker gooien. Gooi ze in de kerker. O, grote Smurf, is er niets wat we kunnen doen? Ik kan nu niet langer mijn mond houden. Johan en Pierenwiet hebben gelijk. Hercules werd betaald door Asselijn om de hertog gevangen te houden. Geef op, Asselijn. Je spel is uit. Nog niet, Johan. Sta stil, we vertrekken. En ik wil de brug omhoog nadat we weg zijn. En als die omlaag is, zul je de hertog nooit meer terugzien. We moeten vlug achter ze aan. Maar hoe? Dankzij Dimitrius weet ik een andere weg. Kom, Pierenwiet. Johan en Pierenwiet hebben onze hulp nodig. Al heb ik dan niet het hertogdom, dan word ik toch rijk door het losgeld van jou. Maar dat losgeld heb je nog niet. Ik heb de hertog. Ach, wat. Dat kereltje hangt me de keel uit. Ah. Kijk toch uit waar je rijdt, Asselijn. En geef je toch over. Nooit. Geen zorgen, hertog. U bent veilig. Schooier! Asselijn! Oh, hij staat nog onder zijn invloed. Dat dacht ik al. Hier is dan het bosje eikenloof, egelmos en paddenkruid. Wat u wil, de grote Smurf. Ik zei juist nog tegen de anderen... Dat is me net op tijd. Pierenwiet, waar zijn we? Wat gebeurt er toch? Mijn ring, hoe kreeg ik hem weer terug? Dat is een heel lang verhaal, hertog. Kijk. Breng die schooiers weg. Johan en Pierenwiet, hoe kan ik jullie ooit danken? Heer, aanvaard deze juwelen. Dank u, heer. Ik neem een saffier en een smaragd en een robijn en... Heer, dat het recht zegeviert is al genoeg voor ons. Oh, goed. Mag ik dan wat eten meenemen voor onze lange reis, hertog? Natuurlijk, Pierenwiet, natuurlijk. Nou, Pierenwiet, vind je het niet fijn dat de hertog weer terug is op zijn troon? Heel fijn, maar eten vind ik nog fijner. Smul, Smurf! Verrukkelijk. Het lijkt erop dat iemand je voor was, Pierenwiet. Grote Smurf zegt altijd, geef en deel gelijk. En ik smurf dat voor mensen ook geldt.